ik ben Pieter. En ik vind rekentuin heel leuk. Omdat je heel veel dingen zelf kan kiezen. En nu was ik even aan tafels oefenen. Omdat ik dat nog wel lastig vind. Nou, je moet gewoon iets aanklikken wat je wil. En dan bijvoorbeeld verhaaltjes sommen. En dan heb je een verhaaltje en dan moet je dingen uitrekenen. En wat maakt rekentuin al zo leuk? Nou, als je iets goed hebt, dan krijg je munten en dan kan je dingen in de prijskast kopen. Dan heb je heel veel munten en dan kan je bijvoorbeeld deze kopen. Druk je op koop en als je wil verkopen, dan moet je op verkopen dan drukken. Dan krijg je weer muntjes. Ja. Hoe leuk zeg. En nu ben ik aan het sparen voor de begeerde kabouter. Cool zeg. Dus daar kan je kijken. Dan moet je op groeikaart drukken. En dan het eerste is verhaaltjes sommen. Tweede is splitsen. En hier optellen. Oh, daar heb je ook medailles voor gekregen. Ja. En als je er even op drukt, dan kan je het zo spelen. En soms dan heb je aan het begin een gieter erbij. Ja. En dan staat er aan het begin ook bij dat je er zoveel munten bij krijgt. Bijvoorbeeld, net had ik er 100 muntjes bij of 50 muntjes bij. Het zijn een soort bonusmunten. Ja. Oh, handig. Ik vind het leuke aan rekentuin is dat je zelf je best moet doen om muntjes te verzamelen. En dan kan je uiteindelijk kan je dan dingen kopen. Ik was eerst bij rekentuin, toen ging ik naar Powerwise. En ja. Toen klikte ik hierop. En toen klikte ik die aan. En toen druk je hierop. En dan kan je al die sommen doen. Oh, dus er staat al een de meester heeft ook een leerdoel voor je klaargezet? Ja. Handig, dus dan kan je deelsommen oefenen nu. Ja, maar dan kan je ook, als je hier gewoon bent, dan kan je ook gewoon hier allemaal dingen doen. En dan kan je hier. Oh, hier kan je zelf kiezen. Bijvoorbeeld verhoudingen, dan heb je procent, spreuken, verhoudingen. Nu ben ik verhoudingen aan het doen. Verhoudingen, waar ben je dat in aan het doen? In rekentuin. Gaan we met je meekijken. Want dan moet je hier gewoon tellen wat het is. Moet je dat hier opschrijven. En dan... Ja, 2 van de 4. Ja. 2/4. 10. Dit is 10. En hier zijn er 3 gekleurd. Dus ja. Dat is deze. Heel goed. Hey, en als je het nou niet snapt... Kan je dan ook uitleg krijgen? Of krijg je dan uitleg van de meester? Dan krijg je meestal uitleg van de meester. Want hier krijg je ook soms uitleg. Oh, bij de I. Ja. Ja. En soms dan bij prijzen. Ja. Dan krijg je soms ook uitleg. Hier zo. Oh ja. En je kan ook sommen uitgelegd krijgen. Ja. Die is hier zo. Handig. Wat vond jij moeilijk? Wat ging jij oefenen? Tafels. Oké. Okay. Nou, veel succes. Dank je wel voor de uitleg. Ja. Verder zijn de kinderen nu bezig met rekentuin. En het voordeel van rekentuin is dat het dus ook op niveau is. Dus dat kinderen automatisch omhoog en naar beneden gaan. Dus het is adaptief. En het fijne daarvan is dat je de kinderen ook er best wel vrij in kan laten. En dat er dus bijvoorbeeld best... We zetten het op dit moment vooral in ons klaarwerk, maar ook wel binnen een bepaald doel. Als kinderen nog extra moeten oefenen binnen een bepaald doel, dat ze zelf ook naar dat doel kijken van... Hey, welk doel vind ik lastig? Nou, heel veel kinderen op 5, zeker begint zijn dat bijvoorbeeld de tafels, dat ze daar dan extra op oefenen. En dat kan ik weer zien in rekentuin, hoe ze dat precies maken. Dus daar is een beheeromgeving waar ik de leerdoelen kan klaarzetten voor de leerlingen. En waar dus ook precies staat wat ze hebben geoefend. Bijvoorbeeld het onderwerp optellen. Daar kun je precies zien, hey, groep 4. Daar zijn ze allemaal eigenlijk heel goed in en dat gaat heel goed. Maar de dingen van groep 5 zijn wel wat kinderen die nog dingen wat lastiger vinden. Dus die daar nog wel extra mee kunnen oefenen.
Dus dat is het voordeel hiervan, dat je heel duidelijk inzicht krijgt in hoe de kinderen het maken. En dat je daar dus heel makkelijk op kan inspelen.